Jongens, welkom terug bij een nieuwe video van treinbotsingen. Dus je ziet hier mijn Lego trein. Ik ben nu poging 2 begonnen. Omdat mijn vorige video, daar was niet veel van uitgekomen. Ik heb dit weer heel gemaakt en iets losser gezet. Zodat er wel iets van uitkomt. Dus ja, laten we beginnen. Ik ga eerst deze wissel even zien. Dat beweegt, zodat hij hier nog even rond kan rijden. Daar kan ik op volle snelheid dit omdraaien. En dan gaat het super snel daartegen. Ik moet wel zien dat hij niet uit de bocht vliegt, want dat gebeurt soms. Dan is dat ook een goede accident. Maar we gaan beginnen. Dus ik heb hier de controller. Druk op dit groen. Dat begint te flikkeren. En ik druk hierop, de flikkeren, verandert in groen, normaal. Nee, oké. Ik druk hier nog eens op, rood, blauw, haar, groen. Dat is mijn lievelingskleur groen. Ik hou er echt zoveel van. Dus ja, laten we beginnen, hè. Dus het gaat goed komen. Ik heb het iets losser daar gezet. Nou, zoals ik al heb gezegd, maar soms gewoon dingen tuppel. Ik weet niet waarom. Dus eerst ga ik het eens een beetje laten rondkijken. Je ziet, nee, staat fout. Voilà. Ja, ik vind dat wel wat moeilijk zo met mijn hand. Want kijk, nu gaat mijn vinger even, zie je, of mijn vinger. Dus ik zit met één hand met mijn controller. Want anders zit ik altijd zo met mijn twee handen. Zo met twee handen. En ja, bon, we gaan beginnen. Hier gaat mijn trein. Hier. Zie je? Pap. Oké. Ik kan altijd eens uitstappen. En ga ik nu, zoals de vorige video, hierachter, just achter. En dan ga ik dit omdraaien, dit hier. Voilà. En dan ga ik dit supersnel laten gaan. Zie je eens. Trein naar daar. Zie je eens. Dit is de botsing. Ik heb het iets losser gezet, want anders was het gewoon doof. Dat is alles. Dus ik ga dit even afzetten, zodat ik geen batterijen meer. Lees. Zie, zodat dit af is, gaat dit ook af. Zie je, omdat het geen connect meer is. Dan gaat dat na een tijdje ook stoppen met de flikkeren. Dus, zie, nu is het gestopt en daar ook. En dit is, wat er is gebeurd. Ondertussen. Die is hier wat ontspoord. Die is hier opgekomen. De deur. Die is ook. Ik kon niet anders harder verzinnen. Dus ik heb maar de deur gepakt. En dames en heren. Dit is de botsing. Ik vind het eigenlijk best wel een goeie. Je zit hier ook wat kapot. Ja, alles is hier ook weggevlogen. Dit gebouw hier is ook zo aan haar achter. Dit is nog heel erg goed. Is ook heel erg stevig, zie je. Oh nee. Oei, oei, oei. Ja, gewoon zo. En dan voor de rest is alles oké met de trein, alleen de voorkant. Dus ja, dat was weer een video voor vandaag. Ik zie je de volgende keer bij een andere treinongeluk.